In Nederland zijn er 1,9 miljoen mensen met een beperking of meer dan één chronische ziekte. Een deel van hen woont in speciale woongemeenschappen waar zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Een van die innovatieve woongemeenschappen is Het Dorp. Hier wordt een gezonde leefomgeving tot stand gebracht met behulp van slimme technologie. Rob Hoogma van CISA laat ons zien wat de nieuwste innovaties zijn in Het Dorp om mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk te laten wonen. Namelijk nieuwe zorgappartementen en een innovatiecentrum waar nieuwe technologieën kunnen worden getest. Als je een ongeluk hebt gehad en je komt dan in het ziekenhuis terecht en je hersenen zijn behoorlijk beschadigd, dan ga je naar een revalidatiecentrum toe en dan ga je naar huis. Maar vaak is dat niet mogelijk. Vaak moet je dan nog allerlei dingen opnieuw leren. En wat hier dan kan in een appartement is dat je dan met allerlei slimme technologie weer zelfstandig kunt leren leven. En dat kun je later in je thuissituatie dan ook doen. Met die apps kun je bijvoorbeeld de deur openen, het licht aandoen, de keuken laten draaien. Zodanig dat jij het weer zelf kunt doen. Het bijzondere daarbij ook is dat deze appartementen gebouwd zijn volgens de principes van Healing Environment. Dat is een soort dat je een omgeving creëert waarin mensen gestimuleerd worden om weer terug te kunnen naar hun eigen thuissituatie. Mensen met handicaps zijn vaak de initiators van de innovatie zelf. Ze komen hier met een vraagstuk en dan worden ze in contact gebracht met techneuten, met bedrijven die dan naar de oplossingen gaan zoeken. Een voorbeeld is deze lepel. Deze lepel die zorgt ervoor, als je bijvoorbeeld Parkinson hebt, dat die training gecompenseerd wordt. Waardoor iemand gewoon zijn eigen leven op elk moment van de dag zelf kan bepalen wanneer hij wil gaan eten en wat wil gaan drinken. Ik geloof dat architectuur altijd een bijdrage moet leveren aan sociaal en ecologisch duurzaamheid. Het gaat om aan de ene kant het gebruik en het gaat over het milieu. Dus de impact die het gebouw heeft op de omgeving. En wat we hier hebben gedaan is een gebouwvorm te bedenken die eigenlijk beide bedient. We hebben de principes van Active House omarmd om te kijken hoe wij die duurzaamheid op gebied van gezondheid eigenlijk zo kunnen meten. En daar zijn drie pijlers van duurzaamheid. Eén is comfort, energie en milieu. En alle drie moeten in balans zijn. Het gebouw bestaat eigenlijk uit twee componenten. Aan de ene kant 36 zorgappartementen. En aan de andere kant is een academy. Nou, daar is eigenlijk waar techniek, zorg en een duurzaam gebouw eigenlijk vanuit het gebruiker bij elkaar komen. En dat is wat we eigenlijk in dit project willen laten zien.